Iemand die in Antwerpen woont, hoe noemen ze dat? De Antwerpen. Antwerpenaren. Ja. Dus de Antwerpenaren. En wij moeten zo worden zoals hem. Hoe word je eigenlijk een Andersommenaar? Als jullie die kennen, die moeten allemaal achterwege laten en vergeten. Ja, zeg, en als je dan iets fout doet in wereldschap... Nee, dat is dan niet fout. Dat is dan wel eigenlijk goed. Ja. En wij moeten leren hoe dat dan allemaal moet. Word ik andersom en naar dat zou ik willen weten. Alles wat normaal is, moet ik nu vergeten. Als ik het nu fout doe, doe ik het dan goed. Is er iemand hier weet hoe het allemaal moet? Hey, Patrick. Ja? We maken gewoon een liedje ervan. Een liedje waarin alles wat we moeten kennen van wereld van andersom komt. Onthouden we dat niet? Ja. En zo gaan we dat opslaan en dan kunnen we vertrekken naar de andersom. Nog iets? Nog iets? Dat ik willen weten. Alles wat normaal is, moet ik je vergeten. En als ik het nu fout doe, doe ik het dan goed. Is er iemand die weet hoe het allemaal moet? Zeg, Els, het zal wel gaan, hè? Wat heb jij nu? Moet je dansen, nu, Patrick? Het zal wel genoeg zijn als we gewoon zien, hè? Moet jij dansen? Maar ja! De kinderen die doen ook graag die gebaren mee. En die gaan dat ook doen, dus als je... Maar die willen gewoon meekijken, die willen niet meezitten. Die kinderen gaan wel die meekijken, die gebaren. Dan heb ik die gebaren meedoen. Hoe moet je dat vertellen? Dan draaien we onze handen voor of ik kan het zonder laten. Dat zou ik willen weten. Alles wat normaal is, moet ik nu vergeten. En als ik het nu fout doe, doe ik het dan goed? Is er iemand die hier weet hoe allemaal moet? Zie ik het goed? Ik ga wel gewoon spelen. Slagroom die staan daar dan mooi op. Ja, je moet je allemaal blazen zo in de kronkje allemaal. En bijvoorbeeld kipfilet, hoe zit dat dan? Een stuk kip gebakken in uw mond. Dode kip in de mond. Kouwen, en voelt door de kip, lekker. En dan wordt die levend. Je krijgt een pluimpjes en dan wordt het terug wat groter en dan... Dan komt het zo uit de mond. Volgens mij zit het zo. Die mensen in wereld van andersom,
Die eet s'avonds, ontbijt gaan en boterhammetjes. Cornflakes? Cornflakes, voilà.